Elke dinsdag bespreken wij bij Gamerset.nl de laatste tech, gadgets en gear met betrekking tot games. En in dit geval zijn wij een Firestarter, want we behandelen de Logitech G203 Prodigy. En als je die grap niet begreep, ga weg. Ga weg. Dat is een hele mooie referentie. Dank je. Ja, en het is een muis. Oh ja, het is een muis. Niet dat je denkt dat het een of ander drum and bass album is. Nee. Het is, nee, de G203 is een budgetmuis en ja, we gaven / geven hem ook weg. Maar het is een mooi muisje. Kunnen we daarmee gewoon aftrappen? Nee. Oké, dan niet. Nee, wat is een mooi muisje. Nee, mooi muisje. Ik ben zelf hier van de simpele muisjes. Dus ik snap eerder mensen niet die voor een hele high-end muis gaan, dan dat ik mensen niet snap die voor een simpel muisje gaan. Maar high-end bedoel je met allerlei... 100 knoppen. Ja, okay. Alsof je in een MMO zo gaat spelen. Echt jongen, ik zie wel eens muizen, ik denk van... Hier kan je gewoon een scriptie opschrijven, maar wie doet het? Ja, dat zijn die MOBA en die MMO-muizen hebben inderdaad dat je denkt van, oh, dat is iets te veel knopjes. Logitech is hier gegaan voor, sowieso richtprijs is €40, dus je kunt ook niet heel veel knoppen verwachten. Maar het is vrij basic, gewoon links, rechts, scrollwiel, een DPI-switcher en dan nog een back- en forward-knop die je altijd per ongeluk aandrukt en dan ga je weer een pagina terug, terwijl je daar net je scriptie op had staan. We kennen het allemaal. Maar dat zit er allemaal op. Plus, waarom doen mensen daar niks aan? Ja, inderdaad. Kunnen we die knoppen er gewoon helemaal afhalen? Logitech, dit is niet eens meer kritiek, want iedereen doet het. Ja, iedereen, maar hou ermee op, want ik ben dan lekker aan het typen, druk ik per ongeluk op die knop, shit, alles kwijt, niet gesaved. Dat is zo typisch. Ja. Hele rant op YouTube geplaatst en kwijt. Typisch. Maar typisch, netjes. Maar het is wel een gamer muis voor €40. Dus je hebt al die knoppen, je hebt 6000 dpi optische sensor en kleurtjes, alle kleurtjes van de regenboog. Ja, vooral de kleurtjes van de regenboog vind ik voor die prijspunten mooi hoor. Ja, nee, je ziet Trust het ook wel eens doen, maar ik vind Logitech dan persoonlijk voor dit prijssegment ook veel mooier, veel strakker. Ja, het is heel strak. Het logo is simpel, het is sowieso heel strak, sexy logo. En dan weet je nog echt zo'n ring erbij van licht en niet... Weet je, Speedlink heeft ook wel eens goedkope muizen gemaakt met allerlei kleurtjes, maar dan zien die... kleuren er weer helemaal niet uit en de vormen en jalala. Hey, is gewoon strak. Hoe duur is die ook weer? Mijn SteelSeries? Je SteelSeries muis? Oh, dat is zo'n €60 modelletje. Ah, ja, dus dit speelt wel ongeveer op dezelfde in als die, wat is dat, die Rival 100. Ja, Rival 100. Dit is ongeveer hetzelfde segment. Maar dan net nog goedkoper. Ja, nog goedkoper. Hey, 6000 dpi, wat hebben we eraan? Nou ja, ligt eraan wat je ermee wil doen, maar je kunt heel twitchy in Counter-Strike Go alle kanten op schieten. Ja. Of je zet hem zoals ik iets lager en geniet daar gewoon van. Het gaat natuurlijk ook om dat hij niet alleen een hoge dpi heeft, maar dat hij ook gewoon stabiel is en goed presteert. Nou, dat zit bij Logitech wel helemaal goed. Ja? Ja, op zich gewoon prima. Dus de sensor doet het goed? De sensor doet het goed. Ik heb geen rare verspringingen gemerkt of dat hij in één keer niet meer registreert of wat dan ook. Er zijn, aan muizen en sensoren kan een heleboel fout zijn. Niks gemerkt tijdens mijn sessies hiermee. Dus het is gewoon, voor €40 is dit wel een stabiele koop. Hey, hoe zit Logitech in zijn software qua lampjes? Qua lampjes is het wel... kijk, software, je kunt natuurlijk wat macro's instellen, je kunt knopjes veranderen. Maar het is vooral voor die lampjes is het interessant. Het is één zone, dat is wel het ding. Het is één ledje. Je kunt daar niet al te veel in instellen. Je kunt niet zeggen, ik wil dat die standaard blauw verlicht, maar als ik erop druk, dat die rood is. Het is aan, het is uit, het is één kleur of het is color spectrum. Je kunt wel reactive doen, maar dan is hij dus de hele tijd niet verlicht totdat je klikt en dan verlicht hij even. Maar je kunt dus niet allerlei profieletjes maken en gekke dingetjes, wil je dat? Ja goed, dan moet je natuurlijk ook gewoon een veel hoger segment muis gaan zoeken. Ja, maar ik neem aan dat wel dezelfde software gebruikt. Ja, het gebruikt allemaal Logitech gaming software. Hetzelfde geldt voor Logitech toetsenborden en headsets en alles. Dus dat zit allemaal op één lijn, dus dat is wel fijn. Dat is net als met Razer, dat ze dat integreren in één programma en je niet voor allerlei dingen allemaal losse software binnen moet halen. Handig! Handig, zeker! Ja. Ik zou zeggen, een mooie instapmuis voor de gamer. €40 schone naak. Ja. Weet je, wat je dan weer niet kan verwachten is geen gewoven kabel. Nou, het is gewoon een rubberen. Het is kost net even €2 meer. Ja, nou dat... was voor die €42, jongens. Ja. Logitech. Nee, maar goed, dat is meer een prestige dingetje. Dat kun je ook eigenlijk net niet verwachten voor de €40, al zie je sommige merken het wel doen. Dus misschien inderdaad een... klein puntje ter verbetering richting Logitech. Hey, de Rival 100 die komt in allerlei leuke, gekke, kekke kleurtjes. Heeft deze dat ook? Nee, deze is gewoon zwart. Oké, lekker simpel. Ja, hoor. En de bel gaat. En dat was het voor deze week. Save by the bell. Ja. Tot snel op gamers.nl. Dit was Peter, ik ben Tom. Gamers.gear, elke week nieuwe tech. In dit geval de Logitech G203 Prodigy. Goeie handel.